man naar de Wallen. In Amsterdam op de Walletjes. Hij belt bij de eerste beste deur aan. Nooit geweest. Gaat een schuifje open. Ja. Hij zegt, ik kom hier om eens even flink genaaid te worden. Ja, meneer, dit is een besloten club. Dus u moet eerst 250 gulden door de brievenbus stoppen. Goed, die man die pakt zijn geld, frommelt 250 gulden bij elkaar door die brievenbus. Wacht daar, 1 minuut, 2 minuten, 5 minuten, is hij het zat. Hij belt weer aan, schuifje gaat open. Ja. Ja, ik kom hier om eens goed genaaid te worden. Alweer? Ja. Er zijn 4 Belgen, die gaan naar de hoeren in Amsterdam. Met de auto. 2 voorin, 2 achterin. Op een gegeven moment, ze rijden zo'n stukje over de Wallen. En op een gegeven moment, zo'n vrouwtje, dus raampje open. Ah wel, mevrouw, wat zijn uw tarieven? 50 van voren, 100 van achteren. 2 Belgen achterin. Waarom moeten wij meer betalen? Een vriend van mij die werkt op een booreiland, 3 maanden, je weet hoe het gaat, 3 maanden op zee. Dan heb je 3 dagen verlof, dus hij gaat stappen. Ene café, andere café, gaat helemaal niet naar bed, gaat de hele nacht door in Amsterdam. Op een gegeven moment, de laatste avond, denk ik, voel ik weer morgen 3 maanden wegga. En ik ga nog even een wip maken. Dus ik kom bij zo'n bordel, hij belt aan, meisje doet open, zegt u het maar. Zegt hij, kan ik hier een wip maken? Zegt de meisje, ja, ze zit wel de bedoeling hier. Zegt ze maar, wat heb je er voor over? Hij zei, nou, ik ben 3 dagen geweest stappen, morgen voor 3 maanden weer weg. Hij zei, ik heb nog 15 gulden. Zegt ze, 15 gulden. Nou, hij zei, daar kan ik niks voor doen. Hij zei, u matcht me nou een beetje. Hij zei, ik heb me vergist met stappen. En, hij zei, goed, ze kan je een pinkwing shuffle geven? Hij zei, de pinkwing shuffle? Ik heb er nooit van gehoord. Hij zei, maar doe het maar. Dus hij loopt mee naar boven, naar het kamertje. Trekt zijn broek naar beneden, onderbroek naar beneden. Geeft er 3 rukken en ze loopt weg. Toen zei hij, hey, ik ben er niet klaar. Er staan 2 boerenjongens op het land in Twente, zegt de een tegen de ander. Hé Bertus, weet je nog dat we vorige week in Amsterdam zijn geweest bij die boeren tentoonstelling? Ja, zei, dat weet ik nog. En na afloop wouden we feesten, hè? Ja, we wouden feesten. En we zijn naar die vrouwen geweest op de Wallen. Ja, dat weet ik ook nog, zei hij met een lach. En hij ook zo'n ding om de slurf gaat. Ja, hoe noemen ze dat ook alweer? Ja, een condoom, zegt hij. Zei, waar is dat eigenlijk voor? Hij zegt nou dat we geen kinderen kregen. En nou, kinderen of niet, ik haal hem er nu af, want ik moet pissen als een rijden. Een man zit op de rand van het zwembad in Benidorm. Een beetje te chansen naar een vrouwtje die ook daar langs het zwembad zit. Nou, hij denkt, weet je wat, ik laat eens even zien wat ik kan. Dus hij neemt een duik in het zwembad en dan gaat zwemmen. Maar ja, een beetje uitsloverig, baantje strekken tot hij niet meer kan en nog even de borstslag. Dus hij komt eruit. Hij gaat zitten. Nou, zegt die vrouw, u kan aardig zwemmen. Ja, zegt hij. Jaren in de Olympische ploeg gezeten. Oh, zegt zij. Ja, zij gooit de badjes uit. En ze loopt naar het water. Ze nemen een duik van die duikplank. Nou, schitterend. Onder water. Figuren onder water. Kuntjes onder water. Kom weer boven op 1 been op zijn kop. Borstkraal, vlinderslag. Nou, mensen zijn gewoon versteld. Die komen gewoon naar het zwembadrand. Die staan gewoon te klappen. Ongelooflijk dat ze komt eruit. Ze droogt zich af. Die man zegt, oh, heb je wel vroeger ook in de Olympische ploeg gezeten? Nee, ze zegt, ik heb 12 jaar de hoer gespeeld in Venetië.